Delen van persoonsgegevens op internet met als doel om politici, journalisten of wetenschappers te intimideren. Het komt steeds vaker voor. Als het aan het kabinet ligt, wordt doxing, zoals dat heet, zo snel mogelijk strafbaar gesteld. Vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. Persoonsgegevens, zoals waar mensen wonen, die zijn de afgelopen tientallen jaren veel makkelijker raadpleegbaar geworden. We hadden natuurlijk al het kadaster, maar nu kun je gewoon een account aanmaken en dat gewoon zo van achter je computer opzoeken. En het tweede is dat het verspreiden van die persoonsgegevens, om mensen bijvoorbeeld angst aan te jagen met de komst van internet en sociale media, ook makkelijker geworden is. En hoe kijk je er dan naar dat aan banden leggen hiervan? Nou, allereerst is het zo dat natuurlijk politie en justitie het al super druk hebben met allerlei zaken. Ze krijgen straks nog meer zaken op hun bureau. Het is ook goed nieuws dat platforms zoals Facebook en Twitter straks ook verplicht kunnen worden, als doxing plaatsvindt, die berichten ook te verwijderen. Maar ik denk dat je ook wat zou moeten gaan doen aan de makkelijke toegang van al die gegevens. Ja, voordat we het daarover gaan hebben, eerst even het schetsen van dit probleem. Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Ja, dat weten we dus niet precies, omdat het nu niet strafbaar is. Maar je ziet dus wel bijvoorbeeld strafzaken waar dan bedreiging niet wordt bestraft, maar dat je eigenlijk wel kan spreken van doxing. Want dan wordt er dus inderdaad een adres gedeeld. En dan altijd met een soort boodschap erbij. We moeten daar eens op de koffie. Of we gaan de burgemeester zijn bloemetje brengen. Ja. Of, ja, en dat is dus, als jouw adres in allerlei groepen circuleert, of als het ook online is, is dat natuurlijk enorm angstaanjagend. Ja, u heeft ook collega's die dat is overkomen natuurlijk. We kennen allemaal het voorbeeld nog van Sigrid Kaag met die man voor de deur. Ja. Wat hoort u van hen? Hoeveel invloed heeft dat? Nou, dat heeft natuurlijk enorme invloed. Dus het is juist, kijk, dit zijn ook beroepsgroepen met mensen vaak met een publieke functie. Dus politici, maar ook rechters, officieren, die doen juist datgene eigenlijk wat nodig is om ons land ook veilig te houden of om een bijdrage te leveren aan ons land. Die staan al eigenlijk met hun gezicht in de spotlight. Ja, en dan moet dus je thuissituatie moet echt veilig en privé zijn. En als dat niet meer is, het kan ook komen bijvoorbeeld omdat een foto van je kind circuleert. Nou ja, als dat gebeurt, is toch je ergste nachtmerrie. En dan willen we natuurlijk niet dat je dus terugtreedt, maar dan moeten we ervoor zorgen dat degene die dat doet wordt aangepakt, zodat diegene gewoon het goede werk wat hij doet verder kan doen. Ja, en dan als het aan het kabinet ligt, komt er dan een boete van maximaal 9000 euro en een gevangenisstraf van maximaal een jaar. U wilt eigenlijk dat het nog wel wat zwaarder wordt, hè? Ja, zeker. Kijk, als je ziet bijvoorbeeld, bij bedreiging is de maximumstraf 3 jaar. En dan hebben we hier, dus een beetje de variant daarvoor, hebben we 1 jaar. Dus in voorstel wat ik vandaag doe is, maak die maximumstraf 2 jaar. Daarmee geven we ook eigenlijk de rechter wat meer ruimte om ook te kijken, nou, hoe ernstig is het wat hier nu in de specifieke zaak is gebeurd, om daar een passende straf op te leggen. En we moeten vooral ook met deze wet een norm stellen en zorgen dat het afschrikwekkend genoeg is om het ook gewoon niet te doen. Want door alle online, ja, dat hoor je ook in het filmpje, alles wat we nu online met elkaar kunnen delen, en dat geeft zo'n enorme vlucht. Denk ik dat het een illusie is om te zeggen, ja, je moet ervoor zorgen dat je niemand te vinden is. Hè, dat je allemaal alles privé kan houden. Dus je moet zorgen dat wie dan dit gebruikt om kwaad te doen, om angst aan te jagen, daar moet je eigenlijk een stevig weerwoord op hebben. Vandaar mijn strafverhoging. Ja, jullie komen natuurlijk ook geregeld in de media. Wel eens met dit soort dingen te maken gehad? Nog niet voor mijn deur, wel via de mail. Soms redelijk agressieve reacties op iets wat je hebt gezegd. Totale onzin vindt en noem maar op. En bepaalde figuren die met je in contact willen komen. Ja, waarom weet ik niet precies. Maar... Corné? Nou, op Twitter zie ik nog wel eens wat commentaar, maar dat is ordinaire schelpartij. Maar je persoonsgegevens, dat mensen weten waar je woont, dat lijkt me echt heel erg, toch heel erg eng. Wat ik me dan wel weer afvraag, wat u nu voorstelt, waar de Tweede Kamer mee bezig is, dat is allemaal achteraf. Terwijl we ook weten, mensen die bijvoorbeeld een eenmanszaak hebben of die een huis kopen, al die gegevens zijn te vinden via het kadaster of de Kamer van Koophandel. Waarom zorg je er niet voor dat gewoon niet meer te vinden is? Dan hoef je toch niet achteraf bestraffen. Is misschien minder nodig. Daar zijn we ook mee bezig. Er is door mijn eigen partij een aantal jaar geleden ook gevraagd om juist bijvoorbeeld in de gegevens in de Kamer van Koophandel veel beter af te schermen. Het was gewoon een totaal openbaar register. Kon je zo, iedereen kon daar in grasduinen. Maar is het nog steeds zo, toch? Nee, nu kan je op eigen verzoek je gegevens afschermen. Daar zijn ze dus Mickey Adriaanse druk mee bezig. Okay. Dus het Kamer van Koophandel
is in die zin, heeft de mogelijkheid ook om niet zo makkelijk meer je gegevens te vinden. Maar is dat nu ook al zo? Want toevallig sprak ik cartoonist Ruben Opperheimer maandag. En die zei, ik heb wel meerdere keren een verzoek gedaan om het afschermen van mijn adres. Maar wat de Kamer van Koophandel dan zegt, ja, alleen mensen die beveiligd worden door de DKDB. Dus de echte allerhoogste beveiliging, die kunnen worden afgeschermd. Nee. Ik als simpele cartoonist kan niet worden afgeschermd. Dat was inderdaad het geval vroeger, maar dat wordt verruimd. Dus wellicht dat hij nog inderdaad iemand heeft gesproken die daar nog in die oude stand zit. Maar dat is eigenlijk nu gaande, hè, om ervoor te zorgen dat die gegevens worden afgeschermd. Ik denk eerlijk gezegd, als je zegt, ja, kan je ervoor zorgen dat gegevens nooit meer te vinden zijn, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar we doen juist inderdaad, wat u ook zegt, er alles aan om te zorgen dat het moeilijker wordt om die gegevens te vinden. Ja. Wat zegt u dat mensen eigenlijk zo te kust en te keur adressen en telefoonnummers rondspreiden van iedereen? Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Want dat doen ze natuurlijk om iemand te intimideren. Mm-hmm. Om vrees aan te jagen of om iemand onder druk te zetten. Of om even te laten voelen, zeg maar, dat je diegene een beetje in de touwen wil krijgen. En dat moeten we nou precies niet doen. Dat zie je aan die georganiseerde drugscriminaliteit. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in de tijd dat de corona-epidemie in Nederland was. Gebeurde het ook met artsen of met mensen die in de zorg werkten. Mensen die ontevreden zijn over wat hen overkomt. En dan met zo'n middel gaan schermen. En volgens mij ook niet realiseren hoeveel impact het heeft. Nee, u heeft het zelf nooit meegemaakt, begreep ik, hè? Nee, echt gelukkig niet. Nee. Maar toch nu alle ballen erop om dat dus aan te pakken. Wordt in het filmpje nog even zeggen, ja, de politie heeft hier daar wel tijd voor. Maar de politie heeft hier zelf ook eerder al een verzoek om gedaan. Want juist de politie is ook een beroepsgroep die hier ontzettend veel last van heeft. Die ook thuis wordt opgezocht. Als zij gewoon hun werk doen, hè, en iemand is het daar dan niet mee eens. Dus de politie heeft hier eigenlijk is ook een belangrijke drijfveer geweest om voor Kamerleden om dit mogelijk te maken. En gelukkig hebben we vandaag het debat en hoop ik dat we daar een dikke meerderheid voor dit wetsvoorstel krijgen. Dank voor.